Wat leuk dat je weer kijkt naar weer een nieuwe aflevering van het Gameplay Nation Weekjournaal. Met deze week onder andere nieuws over Batman Arkham City, Rockstar en Killzone 3. Rockstar heeft de samenwerking met Team Bondi verbroken. Dat betekent dat een nieuw deel van L.A. Noire niet zal worden uitgegeven door Rockstar. Team Bondi kwam in opspraak nadat ex-medewerkers klaagden over de omstandigheden bij de ontwikkelaar. Het personeel zou verplicht worden tot vele overuren en de lonen zouden zijn bevroren. Voor een vervolg zou Team Bondi dus op zoek moeten naar een nieuwe uitgever. Killzone 3 is de slechts verkopende game uit de Killzone franchise. De verkopen blijven ver achter bij de eerste twee delen. Dit betekent slecht nieuws voor de Nederlandse uitgever Guerrilla, waar vele mensen hoge verwachtingen van hadden. Een veelgehoorde kritiek is dat het derde deel veelal hetzelfde doet als deel 2. Wil je GTA 4 graag nog realistischer zien dan al het geval is en ben je in bezit van de PC-versie, dan hebben we goed nieuws voor je. Er is namelijk een nieuwe mod beschikbaar waardoor de beelden haast fotorealistisch worden. De mod is Eisenhancer genaamd en bij ons op de website hebben we de downloadlink voor je. In het volgende filmpje is mooi te zien hoe de graphics verbeteren met deze mod. Slecht nieuws als je liefhebber bent van tweedehands games. Sony werkt aan een PlayStation Network Pass voor alle games. Dit houdt in dat je bij het online willen spelen een code moet invoeren die bij de game zit, zodat alleen de eerste eigenaar online kan spelen. Een combipack met Resistance 3 gaf hier bewijs van, aangezien er een sticker op zat waarop te lezen was dat de game gebruik maakte van de zogenaamde PlayStation Pass. Er is eindelijk gameplay getoond van Batman Arkham City. Kijk mee naar de eerste gameplaybeelden van de nieuwste Batman game. How long till the boss gets here? He'll be here. Riley said he saw the bat. Is he here too? In Arkham City? Why would he come here? You guys just need to chill the hell out. It's Batman! What the hell? Sorry to disappoint you boys. It's just a little old me. We want to be friends, Ted. We are good friends. You're gonna die. Now that they're all taken care of, it's time to get what I came for out of that safe. In het vierde kwartaal komt de nieuwste Bioshock game uit. Deze opvolger van Bioshock 2 belooft veel goeds aan de volgende trailer te zien. Notions, sundries, and novelties. In other words, junk. Let's see if you can find anything useful. Looks as if some desperate fella called this place home. What does that make us? Bronco. Not the cheap stuff either. Booker! Booker! Gold! That's gold, like I'm the King of England. Hello, Roscoe. Hey, Booker! 4 score and 7 years ago. Keep looking, Lincoln.
scratch. Nice. Hey, Elizabeth. Zover het Gamesjournaal voor week 27. Hou gameplaynation.nl in de gaten voor meer game nieuws. Tot de volgende keer.